Het zal toch geen werkelijkheid worden dat we dit bedrijf hier moeten verkopen? Echt ongelooflijk. Wat die stikstofkaarten met mij doen. Allereerst boosheid. Het wekt grote boosheid bij mij op. Dit verandert al snel in grote teleurstelling en verontwaardiging richting het kabinet, maar ook richting en vooral richting het ministerie van LNV. Hoe durf je zulke kaartjes te communiceren richting een sector die dagelijks bezig is met voedsel produceren en de mensen te voorzien in een van hun eerste levensbehoeften. En daarnaast onderhouden we het prachtige landschap. Dat doen we gratis. Dat mogen we absoluut niet vergeten. En hoe je het dan voor elkaar krijgt om die kaartjes zo te presenteren en zo onmenselijk te communiceren richting een sector. Ja, grote teleurstelling en verontwaardiging. Ja, wat het stikstofkaartje voor invloed heeft op ons bedrijf hier in het Veenweidegebied. We moeten 47% reduceren. Dat zou betekenen dat hier ongeveer de helft van onze veestapel moet verdwijnen. Maar ik vraag me af, hoe dan? Ja, wat de stikstofdoelen op mijn toekomst voor invloed hebben. De stikstofdoelen zouden een perspectief moeten bieden. Zo werd het gebracht. De toekomst is werkelijk waar onder mijn voeten vandaan geslagen. En dat is het resultaat van de stikstofdoelen op dit moment. Waarom ik actie voer als jonge boer? Ik wil graag toekomstperspectief. En dat hebben deze doelen absoluut niet geboden. En we willen graag als sector een eenheid tonen. Om te laten zien dat we een eenheid zijn als sector. En dat er mee valt te praten en mee valt te werken. Maar dat moeten we wel samen doen. Wat ik nodig heb als jonge boer om toekomstperspectief te krijgen, is een betrouwbare overheid met kennis van zaken. En die een duidelijke visie heeft waar ze heen wil met de landbouw. En die visie moet dan wel zijn met een bepaalde ondernemersvrijheid. Waardoor ik dit bord nooit hoef te plaatsen in de toekomst. En dat is mijn doel.